Dag lieve mensen, welkom bij dit bericht voor de aardetekens, stieren, de maagden en de steenbokken. Ik moest even denken. We gaan eens even kijken voor december wat jullie kunnen verwachten, stieren, maagden en steenbokken. We gaan eens even kijken. Even kijken. We worden ook beschermd, net als de watertekens. Dat hebben we net ook. Nieuw begin. Oeps, dat is wat veel. Goed. Wat mag er gezien worden? Dus jullie weten dat jullie beschermd worden tijdens jullie stukje in december. December wordt voor jullie een maand waarin je dus beschermd wordt als je nieuwe dingen start. Dus er gaat van alles nieuws beginnen. Weet ook dat de engelen jou de deuren openen naar een nieuw begin. Dus wees ook, zorg ook dat je voorbereid bent om een nieuwe start. Het heeft te maken met leren. Het kan zijn dat jullie dingen leren of een studie of zoiets. Dat kan dus voor de aardetekens. Maar het kan ook betekenen dat je leert van alles wat er iedere dag rondom je gebeurt. En dat je daar je lessen uithaalt. Dat je daar inzichten door krijgt. Wat je eigenlijk mag doen en welk nieuwe start dat je mag maken. Je gaat je hart openen. Door het openen van je hart krijg je dus ook bepaalde angsten die er nog zijn in het hartchakra. Dat die opgeschoond worden. Ik zei opgeschoond, maar het voelde alsof je nog leert wat er in jouw hartchakra vast zit. Wat je nog mag loslaten, waar je nog mee naar mag kijken. Je mag connecten met muziek. Dus verbinden met muziek. Misschien zorgt muziek ervoor dat je bepaalde stukken uit je hartchakra kunt opschonen en kunt loslaten. Ja? Dan deze kaarten. En het geldt natuurlijk voor iedereen. Hè? En het is, ik zeg altijd, het is belangrijk, de energie is vloeiend. Dus kijk ook bij de anderen, kijk ook de boodschappen van de andere tekens. Want het kan best zo zijn dat jij in die frequentie op dit moment valt. En dan even shift, ook al ben je geen waterteken of een vuurteken. Dat wil niet zeggen dat je niet met die energie te maken hebt. Mensen denken wel, ja, maar dat klopt niet. Maar de energie is vloeiend en gaat dus gewoon, werkt voor iedereen. En ja, spirit kent geen sterrenbeelden. Dus het kent alleen energie. En alles is energie. Dus als jij gaat kijken van wat voelt er voor mij passend. Ja, zorg dan dat je eigenlijk alle sterrenbeelden gaat kijken. Zodat je dan een heel groot overzicht krijgt van wat is er gebeurd er in de energie. En ja, soms zit je in dat stukje en soms zit je in dat stukje. Share your gift. Dus laat eigenlijk jouw geschenk, laat dat ook zien. Deel dat ook. Ja, krijg ook inzicht in wat dat geschenk is. Dus het valkenoog. Ga inzichten krijgen hoe je het mag gebruiken. Maria Magdalena. Sacred Marriage. Het heeft ook te maken met een huwelijk van jouw het innerlijk huwelijk van de mannelijke en vrouwelijke energie in jouw systeem. Die hebben we allemaal. En het is belangrijk de balans in jezelf te creëren. Dat wil zeggen dat je dus rustiger mag worden, dat je de balans mag krijgen, dat je weet van zo mag ik het doen. En soms moet je een beetje bijschaven, dat is wel zo, maar dat maakt niet uit. We zijn hier om te leren, dus iedereen leert elke dag. Hè, totdat je gewoon naar de andere kant gaat, leer je iedere dag en shift je gewoon bepaalde stukken bij. Sacred contracts, Isis, het heeft dus te maken met contracten die je hebt afgesloten voordat je incarneerde. En die contracten mag je dus nu als gift, als geschenk gaan zien. En ook gaan leven naar die contracten. Face your shadow, dat heeft te maken met Lilith. Je mag naar je schaduw kijken. Dus misschien ben je nog bang om te spreken vanuit je hart. Misschien ben je nog bang om bepaalde stukken aan te kijken wat met de bovenste chakras te maken hebben. En ik zei net dat je hart geopend mag zijn. Het heeft ook te maken met het hogere hartchakra en de inzichten krijgen vanuit spirit, de inzichten krijgen. Dus het kruinchakra, het derde oog, keelchakra en het hogere hartchakra. Heeft te maken met inzichten die je vertaalt middels
de liefde die je in je hebt, maar ook dat je de inzichten krijgt om die blokkades die er nog op jouw hartchakra zijn, of op jouw hoge hartchakra, waar je nog niet in overeenstemming bent met jouw hogere zelf, die mogen los. Want dat zorgt voor een blokkade van datgene wat jouw doel, wat jouw zielsmissie is. En dat mag je dus leren. Dat is wat ik net al aangaf, zonder dat deze kaart er was. Het kan dus zijn dat muziek, hè, een klanksessie, een soundhealing, dat dat voor jou rustgevend werkt, dat dat voor jou bevrijdend werkt, dat je los kunt maken van die lage frequenties. Believe in yourself. Dus je wordt je nu gevraagd om te geloven in jezelf. Te geloven in datgene wat je kan. En datgene waar je voor je hier bent. De kaart Soul Family en Sacred Medicine. Het heeft dus te maken dat er iets geheeld mag worden, misschien qua familie. Sacred Medicine is dat jij eigenlijk de wijsheid en de inzichten al hebt om dat op te schonen bij jezelf. Verschillende stukken mogen gezien worden. Mag geheeld worden. Het voelde alsof je echt de laatste restanten heelt om dan volledig in je kracht te gaan staan. En dat ga je dus doen. Misschien moet er iets op familiekarma geheeld worden. Dat kan, hè. Dat is bij iedereen verschillend. Maar het heeft ook te maken wat op je hart ligt. Want hier houdt ze weer de hartchakra vast. Dus het voelt voor mij dat echt het hartchakra geheeld mag worden. Dat oude patronen van vroeger misschien los mogen bij de aardetekens. En dat daar nu rust in komt, ruimte komt. En ruimte komt om jezelf te zijn. Ook dat ik hier zie, het stukje wat je misschien nog niet gezien hebt. Misschien krijg je dus inzichten vanuit je derde oog om situaties vanuit het verleden op een volledig andere manier te bekijken. En zie je eigenlijk wat de contracten, de zielencontracten waren tussen jou en personen die jou verdriet hebben gedaan. Dus dat wat jouw les hierin is, voelt voor mij helemaal zo. Dat velen van jullie daarmee te maken hebben. En als je daar niet mee te maken hebt, daarom zeg ik, kijk dan even die andere video's. Dan zie je, misschien zit je in dat stukje. Ja, dat kan, hè. Nou, als eerste de kaart intuïtie. Dus naar je intuïtie luisteren. Aartsengel Raziel is daarbij betrokken. En de kaart Sandalphon, Planetary Cycles. Het heeft te maken met de planeten. Dus ook met volle maan en nieuwe maan. En misschien Lilith, ik weet niet waar die in staat. Want dat is ook de planeet van echt van het donkere stuk naar boven brengen. Planetaire cirkels. Daar mag dus iets gezien worden en het heeft te maken met wilskracht. Wilskracht is nodig. En Adelaide Sandalphon is ook van de muziek. Hè? Dus het kan zijn dat hij dus iets, dat je nog heel veel liedjes gaat horen. Adelaide Sandalphon heeft te maken met liefde. De liefde voor jezelf, de liefde voor je medemens, de liefde voor je zielsmissie. Maar ook de liefde voor je contracten, welke contracten dat je hebt afgesloten. Er gaat heel veel nu spelen, lief zijn voor jezelf vooral. En dat je eigenlijk ten alle tijden gesteund werd door het universum. Passion, de passie. Dus er komt heel veel passie, heel veel liefde. En als jij weet wat jouw ascendant is, dan kun je daar ook eens even bij kijken. En dat kun je uitzoeken via internet. Knowledge, dus wijsheid. Je gaat met wijsheid ga je dus echt iets nieuws neerzetten. Soul journey, ga je op reis naar jezelf vooral, vind ik. Op reis naar jezelf, op reis naar die, dat te vinden wat eigenlijk voor jou bestemd is. En grounden, aarde, je gaat rookkwarts. Je gaat aarde, weet dan dat alles eigenlijk nu naar voren kan komen. Die hadden we nog niet. En dat jij naar voren mag komen. Dat je niet meer hoeft te verbergen, maar dat je je licht mag laten zien. Als eerste de kaarten.
consciousness, dus bewustzijn. Bewustzijn van jezelf, hè? Bewustzijn van persoonlijke realisaties. En ook waar je dus echt vooroordelend bent geweest in bepaalde stukken. Daar ga je dus nu ook zien van waarom dat is gebeurd. Waarom jij bepaalde dingen hebt ervaren, hebt moeten ervaren. Dus er komt heel veel besef in december hiervan. Heel veel bewustwording, bewustzijn. Ja? Temple of Mary, emotional expression, playful innocence, exploitation. Dus je gaat iets neerzetten, maar het heeft ook te maken dat je je emotioneel kunt uitdrukken. Wat ik al zei, wat op het hartchakra ligt, dat mag er dus nu uit. Dat mag gezien worden, dat mag gesproken worden. En het gaat niet op een zware manier, het gaat nu op een playful, op een vriendelijke manier, op een speelse manier. Golden light ray, love and laughter. Receiving and giving gifts, passionate projects. Dus het heeft ermee te maken met liefde ontvangen en liefde geven. Heeft te maken met cadeautjes, geven en ontvangen. Hè? Lief zijn voor elkaar is ook al een cadeautje. Maar ook met lachen, het gaat dus met plezier. Het gaat niet meer zo zwaar. Misschien heb je dat in het verleden heel zwaar ervaren. Als je bijvoorbeeld verbinding had met iemand, gaat dat nu anders. Je gaat iets observeren. Temple secrets, secrecy, dus een geheim, isolatie, observatie en rituele magie. Het kan dus zijn dat jij of met rituele magie iets doet, of dat laat doen. Ja, ik ben daar helemaal niet van. Maar ja, goed, dat moet iedereen voor zich weten. Maar ja, je weet nooit de bedoelingen van een ander. Ik vertrouw dan liever op mezelf wat dat betreft, zeker met magie. Ja, vraag, manifesteer zelf wat je wilt. Daar heb je een ander niet voor nodig, wat dat betreft. Light activation. Evolution of spirit action and of plants transcendence. Dus je gaat verhogen in de energie, transcenderen. Je gaat stijgen in de energie. Je gaat dingen activeren, plannen activeren. Je gaat er gaat een shift plaatsvinden in jouzelf. Dus jouw ziel krijgt een upgrade. Zo moet je het even zien. We gaan eens kijken naar de liefde. Wat is er op tweelingzielenvlak? Wat speelt daar? Wat mag ik daar zien? En dat is voor jullie allemaal, hè? En dan is daar balans. De balans in jezelf. Balans in je mannelijk-vrouwelijke energie. Introspection. Dus dat viel gelijktijdig eruit. Dus door naar binnen te keren vind je ook de balans, hè? En dan vind je ook datgene wat toxisch was. Wat je misschien zelf hebt vastgehouden omdat je niet durfde te stappen in iets nieuws. En dat je nu klaar bent om dat oude toxische los te laten. Weet je, dat is natuurlijk ook heel belangrijk om dat ook los te laten. Dat je het vertrouwen krijgt in jezelf. Het vertrouwen in zelfvertrouwen natuurlijk. Vertrouwt op jezelf. En het heeft te maken met projectie. Dan moet ik eigenlijk zeggen, die toxische stukken die jij denkt dat anderen op jou projecteren, zijn misschien de toxische stukken die je in jezelf vasthoudt. Dus dan is het belangrijk natuurlijk om daarnaar te kijken. Dan kun je ze ook opschonen. Je kunt ze niet opschonen als je wegkijkt. Dat gaat niet. Ik wil daar nog één kaart bij hebben. Maar het heeft dus te maken dat je mag vertrouwen op jezelf. Dat je ten alle tijden mag vertrouwen op jezelf. Ja, ik heb het gevoel dat hier iets zit wat je nog niet weet. Een geheim dat je misschien nog niet eens in de gaten hebt. Ja, ik heb het zelf in stand gehouden. Misschien is dat het dat je het nu gaat ontdekken. Nou, er komt dus een reunion. Dan kom ik terug bij elkaar. Maar daarvoor moet dit eerst opgeschoond worden. Follow your heart. Dus je hart volgen. Er gaat toch weer een kop koffie komen en een gesprek. Gaat wel zwaar zijn. Trust your twin will find their way. Dus vertrouw erop dat jouw tweelingziel de weg terugvindt naar jou. Divine masculine is wakker aan het worden. Dat is heel goed. En verandering. Hij is bezig met veranderingen. Maar ook jullie verbinding is bezig met veranderingen. En 2-2-2. Vertrouw op het universum. Vertrouw erop dat die dingen naar voren komen en gezien worden die nodig zijn voor jouw proces. Ja? En ook voor het proces van de ander. De kaart, punish. Free yourself. Laat los van het... van eigenlijk de schuld geven aan een ander. En het vergeven naar die ander. En ook, je hebt genoeg pijn gehad. Het is klaar nu.
breathe en relax. Alles komt in de juiste tijd, de juiste timing. En focus op wat belangrijk is. Kijk wat gecreëerd is vanuit liefde. En het is niet altijd vanuit bloed. Dat hoeft niet, hè. Familieband. Maar kijk eens waar je eigenlijk getriggerd wordt. Je wordt gezien. Je wordt door van je gehouden. Je wordt begrepen. Maar je bent niet zichtbaar. Maar jouw licht wil stralen. Jij mag stralen nu. Je hoeft je niet meer te verbergen. En het is klaar dat je dat je misschien nu inziet dat je per ongeluk hebt verborgen, hè? Dat niet nodig was. Even drinken. Dat je dus nu mag zien dat jij wat betreft de tweelingziel ook daar nog een stukje naar jouw familie toe opgeschoond mag worden. telepathie en 5D-connectie. Kijk, als jij in een tweelingzielverbinding zit, dan is het logisch dat je dat contact hebt op telepathisch vlak. Dat hoort eigenlijk wel zo te zijn. Als jij daar nog niet klaar voor bent of die andere, ja, dan gebeurt dat ook nog niet. Met Divine Masculine Power. Dit is bijzonder, want dat hebben we nu twee keer. Dus de Divine Masculine is een kracht. De waarheid komt naar voren. De waarheid komt naar voren. En telepathie voelt voor mij ook dat hij seintjes krijgt van zijn gidsen. Never doubt that your twin flame loves you. Dus weet ook dat jouw tweelingziel van jou houdt. Twijfel daar niet aan. Goed, we gaan kijken. De stieren. Hoe gaan de stieren hiermee om? Met december. Wat is er gebeurd over de stieren? Page van Pentakels, die gaat een nieuw stabiel begin maken. Dan zijn stieren daar eigenlijk wel altijd zo in. Heeft wel wat hoofdbrekens gekost, 5 van zwaarden, maar dat is eigenlijk, is die persoon al vrij en kan die gewoon zijn ding doen? Ziet het alleen nog niet. Ziet de oplossing soms nog niet, omdat hij soms nog blijft hangen in een oude meuk. Maar kan het zelf creëren, de magician. Kan het zelf creëren, de sleutel is voorhanden. Je hoeft het alleen maar te pakken. Want soms gebeurt dat bij stieren heel traag. Heel traag. Maar gaat leren. High Priestess. Gaat een eenheid komen. Ziel, lijf en geest. Zeg ik dat goed? Ja. Dus daar komt een eenheid. Ook al is het nu even een onduidelijke wirwar, een chaos. Weet dan dat je iets kunt creëren en dat je het ook gaat doen. Maagden. Dat geldt dus zowel voor jouw tweelingziel, hè, een verbinding, als ook voor een stukje in jezelf. Ja, daar gaan we kijken. Als eerste de zon, mooiste kaart die er is. Illumination, daar gaat dus groei komen. Dat is minder, de duivel, maar betekent voor mij ook dat je misschien te geobsedeerd bezig was met bepaalde stukken en dat gaat draaien. Dus dat jij te veel bezig was met, ja, maar hoe gaat het dan draaien? Hoe, hè? Dat betrap ik mezelf ook wel eens af en toe op. Maar het Rad van Fortuin zegt, nee, dat is klaar. Dat gaat over. Dat is goed. Er komt nu 6 van zwaarden, komt rust in de tent. Ook in het denken. 2 van Pentakels, je gaat nu in een balancerende act. Je gaat eigenlijk kijken van waar hoor ik thuis, wat hoort bij mij, wat past bij mij. Kijk, de juiste. Dus mocht je zeggen van, ik weet het even niet. Ja, kun je nog altijd meedoen aan die healing sessie van zondag. Page of Swords, er krijgt nieuwe ideeën. En ja, er gaat een samenwerking komen. Met je tweelingziel, alleen met andere mensen of met spirit en jouzelf. Kan allemaal, hè. Je hoeft daar niet een persoon aan te verbinden. Je verbindt je met die persoon wat voor jou goed voelt. Stiltijd nou. Steenbokken. Dat is voor de steenbokken. Volgens mij vinden jullie allemaal die balans als ik het zo hier zie. Want daar ligt eigenlijk bij iedereen wel de balans erin. Nou, de balans. Healing, retreat. Ace of 4 of Swords, 4 van zwaarden. Wacht, dan even kijken. De 4 van zwaarden. Ook weer de balans. Ja, allemaal hebben jullie die. Hij de balans, daar de balans, daar de balans. 2 van pentakels, page van pentakels, 2 van pentakels. Ja, het is echt een balans creëren in jezelf. Het nadenken van wat moet ik doen? Waar heb ik het laten liggen? Maakt allemaal niet uit. Het komt.
Want hier ook de hoge priester. Dus hier twee keer de hoge priester. En de Queen of Cups, meest geliefde vrouw van de tarot. Page van Pentakels, een nieuw begin, ook financieel. En de Aas van Bekers. Dat betekent een nieuw begin in het gebied van de liefde. Dus de steenbokken hebben eigenlijk, ja, hikken nog een beetje, misschien half tot half december erin. Van ja, wat moet ik nou doen? Hoe moet ik het nou zien? En dan opeens gaat het 180 graden vooruit. Dan gaat het gewoon draaien. Dus ik vind het wel een hele mooie reading. Want ja, het ligt in ieder geval heel mooi dat er heel veel nieuwe dingen komen. Alleen, het kan dus zijn dat je nog even aan het twijfelen bent. Dat je, wat moet ik doen? Laat het gewoon gaan. Ga met de stroom mee. Doe je ding. En gaandeweg vind je eigenlijk je informatie wat je nodig hebt om weer iets nieuws neer te zetten. Ja? Je kunt het niet afdwingen. Dus dat is wel een ding. Ja, dat gaat gewoon niet. Ik wens jullie in ieder geval een hele fijne dag. Een hele fijne week. Een hele fijne decembermaand. En ik wens jullie in ieder geval heel veel liefs. Even ja, mooie dingen, mooie ervaringen. Dat je mag groeien. En je authentieke zelf mag zijn. En je blokkades mag loslaten. En nogmaals, tot en met 30 november is eigenlijk 10% korting op persoonlijke consulten. Dus mocht je dat wensen, dan is onder in de reacties. Namaste en fijne dag. Doei doei.